A serial killer a day. Op deze dag in 1915 overleed Maria. Ze was 75. Maria was ontzettend geliefd in haar buurtje, omdat ze altijd ouderen en zieke mensen hielp. Daarom werd ze Goeie Mie genoemd. Decennia later kwam ze zelfs in het Guinness Book of Records. Maar dan met haar andere bijnaam. De gifmengster van Leiden. Maria Swanenburg kreeg levenslang voor 4 moorden. Maar ze wordt verdacht van tientallen. Bij al haar slachtoffers mengde ze arsenicum door hun eten. Van tevoren had ze dan vaak hun levensverzekering afgesloten, waardoor zij geld kon innen. De rest van haar leven bracht Maria door in de vrouwengevangenis van Gorinchem. Na haar dood werd ze begraven op het ongewijde gedeelte van de katholieke begraafplaats in Gorinchem.